Hallo en welkom bij Stampin' Up in het Zonnetje. Ik ben Sandra Kleine, een onafhankelijk Stampin' Up demonstrator. En vandaag heb ik weer een filmpje voor je in de aanbieding, mijn open huis filmpje. Daarin van alles en nog wat nieuw is in de jaarcollectie. De gids is natuurlijk al eventjes in omloop, maar ja, druk en het was er nog niet van gekomen. En daarom combineer ik het nu ook met de nieuwe online-only producten. Dat zijn die spulletjes die niet in een papieren boekje staan, maar alleen in de webshop staan. Als je iets wil bestellen, stuur me gerust een berichtje. Mijn gegevens staan ook hier bij het YouTube-filmpje vermeld. En dan kunnen we vast en zeker samen uitzoeken of helpen of we komen er vast. Dus heel veel plezier met het kijken van dit filmpje met lekker veel voorbeelden en een heleboel spullen uit die mooie collectie van Stampin' Up. Even het scherm draaien. En hier zien we dan die nieuwe gids, waarin al die stempels en al die papieren en alles wat we hebben staat allemaal mooi hierin. En een heleboel hieruit ga ik nu dus aan je laten zien. De jaargids, daarin dus een jaar lang de spulletjes die in onze collectie zitten. En daarnaast hebben we ook nog de kleine mini-catalogus. En die komt straks na de zomervakantie weer, dus dan gaan we natuurlijk weer wat leuks maken. En nu eerst van alles en nog wat uit deze gids. Ik heb het dit keer op alfabetische volgorde proberen te leggen. En daarom begin ik met de Adventurous Sky. Een hele leuke set met stansen van vliegtuigen, vliegeniers. Leuk, daar is ook heel mooi To the Sky papier bij. Dus dat is erg leuk. En deze dingen zijn ook heel fraai, groot en zeer solide. En natuurlijk ook een beetje zwaar, maar ze zijn wel erg mooi. Zoals je hier ook in het voorbeeldkaartje kunt zien. Hier heb ik ook gecombineerd met dus dit designpapier erbij. Hier hebben we nog een leuke kaart die je open kan klappen. En dan komt de vliegtuig zo omhoog. Hier een slimline, zo'n lange kaart. Ook weer met die leuke metalen dingen erbij. En hier iets waar ik ook een filmpje van heb gemaakt. Lekkere blokjes blenden en dan met zwarte inkt stempelen. Geeft hele leuke resultaten. Dan heb ik hier de Attention Shoppers. Supergeinige stempelset met stansen. Daar heb ik dan bijvoorbeeld dit mee gemaakt. Van een heleboel spulletjes die ik laat zien, heb je ook al iets kunnen zien in mijn filmpjesreeks. Hier even weer zo'n diagonale vouwkaart, die van het filmpje van vorige week was. Geinig gedaan met de stempeltjes in een tasje gedaan. En dan kunnen we hem openmaken. En dan hebben we dit. De kleuren hiervan zijn Blackberry Bliss en Peach Pie, de nieuwe kleur. En dit designpapier komen we straks tegen, dat is To Market. Hier nog meer gemaakt met die Attention Shoppers. Deze met de flessen in het winkelkarretje. Bloemen. En hier zie je ook een mooie nieuwe embossing folder, de lace. Embossing folder, dus kant. De Country Lace hoort hierbij. En dan nog weer deze. Rood en blauw thema had ik toen gedaan voor Koningsdag en Bevrijdingsdag. Dan kom ik hier bij de Charming Duck. Ik ben hier helemaal, word hier echt helemaal blij van. Erg leuke set. Daar zit een mooie uitgebreide stansenset bij. Prachtig fris en pastelkleurig designpapier. Dus ook met kooikarpers erbij. Die eentjes, die kunnen we natuurlijk uitknippen en stansen. Want sommige stansen passen dan ook weer bij de eenden van het designpapier. Hier een leuk decoratie wat erbij hoort. Nog meer varianten van het papier. En daar heb ik dan bijvoorbeeld dit mee gedaan. Deze met de kikkers gedaan. Als je een leuk tekstje op kikkertje kun je er natuurlijk van maken. Dit heb ik gemaakt met die kooikarpers. Met een diagonale linnendraad erbij. Even een labeltje hierbovenaan van harten en dit feest. Dit is een stempelset, komen we straks bij die online onlys tegen. Hier heb ik het leuke frame gebruikt met de riet en de waterlelie. En ook hier een stukje designpapier, ook weer bovenaan met zo'n vaandeltje gedaan. Ga ik door naar Choose Happy. Dat is een hele leuke set.
doorzichtig. Ik wou ook nog wat met de pinguïn maken, maar ik heb nog niet genoeg tijd gehad, zeg maar. Allemaal leuke kleine stempeltjes en hele geinige tekstjes daarbij. Kun je bijvoorbeeld dit mee doen? Ik heb weer lekker veel kaarten met de drie blokjes gemaakt. Ik hou ervan. Bevalt me hartstikke leuk, goed om daar iets mee te maken. En hier zie je ook een nieuwe embossing folder. Die komen we zo meteen tegen, de Swirly. Ook dit is gemaakt met Choose Happy. Leuk met die bloemetjes allemaal. En hier heb ik een kaartje gemaakt met de kaarsjes. En ook weer dat hoera, die stempelset uit de Online Only rubriek. Dan heb ik hier Fields in Bloom. Dat is een hele leuke stempelset. Die super, super mooi is voor dit. Twee stappen. Je kunt dus een keer groen en een keer in een kleurtje doen. Dit is de nieuwe kleur Pretty in Pink. Ook daar hebben we glitterpapier bij. En hier heb ik een andere variant gemaakt. Met mooi, lekker met Daffodil Delight geel. En hier een wat kleiner vormpje gebruikt. Met dat boeketje wat ook in de stempelset zit. En dan ook weer even afmaken met wat leuke versiering. Krijgen we hier Flowers of Beauty. Mooie set. Hier zie je ook weer die gekleurde geblende vakjes met zwarte inkt bestempeld. Dat heb ik dus met deze stempeltjes gedaan. Hier weer een leuke kaart met de bloemetjes die ik dan weer heb ingestempeld met een kleurtje. Daar hoort deze stanzen set bij. Ook leuk met die kleine bloemetjes. En ook deze twee zijn erg mooi om mee te werken. Dan kun je zoiets maken wat je hier ziet. Dat is zo'n matroeska kaart. Waar ik ook al zo'n filmpje van heb gedaan. En hier heb ik steeds de stansjes gebruikt van dit setje. Zie maar, deze is ook echt heel mooi. De plaatjes weer. De bloem gestanst. Daar weer de kleine bloemetjes gedaan. Zo hebben we een heel leuke kaart gemaakt. En hier zie je dan dat designpapier wat ik ook in dit boekje heb gebruikt. Dat is mooi. Hier zie je het Peach Pie lint. Dat licht oranje kleurtje. En dit heeft natuurlijk ook een achterkant. Dat is deze. Oh, nou valt mijn glitterpapier op de grond. Want we hebben hier ook bij dit hele geheel, bij de, hoe heet ze? Flowers of Beauty. Nou valt alles lekker door elkaar. Daar zit ook glitterpapier bij. En dat glitterpapier is in de 5 nieuwe kleuren. Misschien kan ik zo meteen. Het is nou van de tafel afgegleden. We gaan gewoon door. Hearts and Hugs. Ik hou hier ook van. Zo leuk. Leuk met die bijpassende stansjes. Hier weer hetzelfde idee gedaan. Met de leuke geinige hamstertjes. Hier heb ik ook een mooist filmpje mee gemaakt. Hoe je van heel een basiskaartje met iets meer werk een stapje verder kunt gaan. Hier weer die leuke hamster met de So Swirly embossing folder. Hier de walrussen. Wat je ook kunt doen met die walrussen is bijvoorbeeld gebruik maken van deze embossing folder met die sneeuwvlokjes uit de jaarcollectie. En vervolgens sneeuwkristalletjes stempelen, die leuke walrussen. Zie je, dat papier heb ik geëmbost, daardoor nu relief heeft gekregen en er leuke een kerstkaart van maken. Hier die schattige dassen. En hier nog weer de hamstertjes. En hier zien we dan, dat is een hele grote embossing folder. Die past gewoon in de Stampin' Up Cut embossmachine, ook in een standaard Big Shot. Hier op de achtergrond zie je nog weer relief. Dat is een embossing folder, die komen we straks tegen. Die zit in de Online Only rubriek. Even kijken of we nog... Oh ja, is natuurlijk ook nog op de kop gevallen. Nou, dat glitterpapier heb ik heel vaak gebruikt. Dus daar komen we vast nog tegen. Even oversteken. Hier heb ik Layers of Beauty. Layers of Beauty is een fantastische set. Hele grote stempel. Het is groter dan wat hier, dat je hier ziet. Stansen daarbij. En daarbij zitten van die schablonen. Waardoor je er prachtig... Oh, dit is zo verslavend en leuk om te doen. Prachtig mee kan werken. Hier heb ik dan dus eerst de stempel. Deze gedaan met zwarte inkt. En dit heb ik niet gekleurd. Niet gestempeld. Maar dat heb ik dus met die schablonen een kleur gegeven. En het staat echt zo mooi. En het is zo leuk om te doen. Hier een andere variant.
met Shamrock, dat nieuwe groene kleur, en weer de Peach Pie. Eén zo'n roos weer gestanst, dat is die roos, want daar zit een apart stansje voorbij. Dus je kunt de hele partij doen, maar je kunt ook één losse roos doen en dat is heel makkelijk te werken. Hier weer dit gedaan, zo leuk om te doen, dit. Hier heb ik dan de Leaf Collection. Eén hele grote achtergrondstempel. Daarmee heb ik ook een filmpje gemaakt. Dus kun je deze opbouw van deze kaarten maken. Dus hier heb ik alle kleuren groen gebruikt. En ik heb hier gebruik gemaakt van deze pons. Die we al een tijdje in de collectie hebben. Maar die past heel mooi bij de Leaf Collection bladeren. Zoals je misschien ziet. Hier nog een nieuwe decoratie. Dat zijn lichte en donkere grijze parels. Ik vind dat leuk. Even kijken. Hier heb ik het bijvoorbeeld gebruikt. Dan hebben we hier een nieuwe Nederlandse set. Liefde en lichtpuntjes. Daar is een hele mooie stansen set bij met allemaal labels. Die je natuurlijk ook gewoon voor totaal andere teksten kunt gebruiken. Ze zijn erg leuk, die labels. Hierachter zie je ook weer gebruik van de stempels. Dus de teksten die in liefde en lichtpuntjes zitten. Dit is zo'n label uit deze set. Dat is die. En hier heb ik, even kijken, deze komt ook uit die set. Is leuk om mee te werken. Keeping tabs. Dit is een hele leuke. Hier kun je kiezen of je met de pons wilt of dat je het makkelijker vindt om met een stansje te kopen. Leuk samen in een bundel te koop met wat lekkere korting. Hier zijn de stempeltjes, die passen weer bij de tabs. Hier is mijn albumboekje. Het is heel leuk als je journaling doet of weet ik veel wat. Of je houdt van pockets mee een label in wil steken. Nou, die keeping tabs is daar heel erg leuk voor om te gebruiken. En hier heb ik ook nog een paar kaartjes gemaakt met ditzelfde gebeuren. En deze stansjes die komen dus uit die Flowers of Beauty die we net hebben gezien. Ook dit gemaakt nog met hetzelfde idee. En hier zien we nog weer leuke mooie metal decoratie. Dat heet, oh ja, getextureerde rondjes. En die zijn erg mooi, ook als je van vintage houdt of van mannenkaarten. Ronde Dans, dat is de andere nieuwe Nederlandse set. Erg, erg leuk en heel populair, waardoor de stansen steeds weer uitverkocht zijn. Ik probeer echt goed op te letten als je hem wilt bestellen. Wanneer ze weer binnenkomen, dan probeer ik het te zien en snel te bestellen. Want voordat je het weet, hoop dat nu straks eind juli wordt weer een nieuwe vracht verwacht. Dat ze dan eens een keertje een heleboel binnenkrijgen. Dat we allemaal iets kunnen kopen. Maar het is een hele leuke set. En daar kun je namelijk dit mee doen. Mooie rosetten maken. Die leuk stansen. Cirkelstansen. Hier heb ik hem. En hier zie je ook die getextureerde rondjes die ik je net liet zien. Oh, hier heb ik mijn slapnaald lopen te zoeken. Ik denk, waar heb ik die toch neergezet? Maar die kom ik hier dus tegen. Terwijl het eigenlijk bij het designpapier wou leggen, wat we straks tegen gaan komen. Maar hier zie je hem ook in werking. Dus waarschijnlijk heb ik daarom hier gebruikt. Een mooie nieuwe embossing folder. En het is dus de eyelet embossing folder. Hier de cirkels gebruikt. Oh, de kaartje hoort helemaal niet hier te liggen. Dompie van mij. Die moet straks passen. Want dit is bij de Spotlight on Nature. Je ziet helaas misschien verschillende gecondoleerd kaarten voorbij komen. Dat komt omdat ik voor iemand een partijtje gecondoleerd kaarten aan het maken ben. En ik denk, nou, dus dan kan ik ze hier ook wel bij laten zien. Geen leuke aangelegenheid, maar het is wel heel mooi om zelf een kaart te maken voor deze. Om mensen te condoleren. Dus kun je altijd nog doen. Dat stempeltje gecondoleerd. Deze persoon wilde dit graag als tekst voorop. En die komt uit de herfstwensen stempelset. Geheel tezijde, die hebben we al een tijdje. Hier hebben we dus weer allemaal de ronde dans in werking met stempels en stansen. Super leuk om te doen. Heb ik hier nog liggen het getextureerde special metallic paper. Dat is een donker, grijs, zilver, goud. En daar zit dus een soort, kan ik dat in beeld krijgen, een soort randje. Zie je dat? Een soort textuurrandje op. En dit is dan een beetje koperachtige kleur. En hier heb ik een geinige set Sweet Peas. En daar heb ik bijvoorbeeld dit mee gedaan. Weer met die keeping tabs. En de peas, de R'tjes allemaal uitgeknipt. Dit grappig.
Hello Grumpy. En dan heb ik hier ook weer een paar van die blokjes met de blendkleur gekleurd. Met zo'n brush bedoel ik, met zo'n borsteltje. En weer met zwarte inkt gestempeld. Ga ik hier oversteken. Hier heb ik een paar papiersoorten neergelegd. Papiersoorten waar wel stempels en zo bij zijn, maar die heb ik niet. Dus ik heb alleen het papier. En het is erg mooi papier, dit mediterrane papier. Met die citrusfruit en blauw-witte patronen. En hier is ook een leuk weer decoratie bij te verkrijgen. Ook heel mooi spul. In dat donkerblauwe, dat gelige en doorschijnende. Als je goed oplet en het filmpje nog eens terugkijkt. Ik heb geprobeerd steeds van alles te gebruiken. Van allerlei decoratie ook. Dan kun je het zien hoe het in de werkelijkheid staat. En op deze stoel heb ik dan nog meer van die kaartjes neergelegd. Hele leuke manier om kaarten te maken. Ook een filmpje van gemaakt. Ook hier zie je weer allemaal tekstjes voorbij komen uit die liefde en lichtpuntjes en andere Nederlandse sets die nu bij ons te koop zijn. En hierachter zie je nog wit papier. Dit witte papier, daar zie je ook bijna niks van zo op zo'n filmpje, heeft een houtstructuur. Dus dit is houtstructuurpapier, zie je dat? Kun je zelf een kleur geven, je kunt het wit laten. En het is een beetje, het is vrij stevig, het is echt mooi papier. Ik heb er nog niks mee gedaan, maar ik wou het je toch even laten zien. Dan heb ik hier, ik probeer het zo goed die naam te onthouden. Flowers, Huppelde Pup Flowers. Heel mooi en ook erg mooi spul. Heel geschikt ook weer voor vintage. Het is niet van die bonte kleur, maar mooie ingetogen kleur. En ik vind het heel erg mooi staan. En hier heb ik weer zo'n diagonale kaart. Even kijken, hoe kunnen we die netjes in beeld krijgen? Moeten jullie even wieberen. Zo. Want ik had al gezegd, de diagonale kaarten zijn met alle soorten papier erg leuk om te doen. Dit moet niet daar, dit moet zo. Zo. Zie? Ik heb hier dus de twee punten gebruikt. Dit is Thoughtful Wishes, stempels en stansjes. En dan doen we hem open. En dan hebben we dit zo, met dit mooie papier. Ik vind het heel mooi papier. Ik heb er verder dus nog niet zoveel mee gedaan, alleen nog maar één kaartje gemaakt. Maar toch iets om te laten zien bij het open huis. Hier heb ik een ander soort designpapier liggen. En ook weer zo'n diagonale kaart erbij. Dat heb ik gedaan met het papier wat hier ligt. To Market is dit. Het houtpapier is natuurlijk weer erg leuk. Leuk, die kleine bloemetjes, die vind ik ook erg leuk. En hier komt ook weer die tas die ik net had gebruikt bij Attention Shoppers. Dat heb ik ook uitgeknipt uit dit papier. Het is heel divers papier. Hier zie je dat bloemetjespapier. Wat ik dus ook hier op deze diagonale kaart heb gebruikt. En dit heb ik dus gewoon uitgeknipt uit dat papier. Dan doe ik hem open. Weer een boeketje ook van het papier uitgeknipt. En hier binnen weer die eyelet, dat lace embossing folder gebruikt. Is ook weer heel mooi papier. Blackberry Bliss, Peach Pie, mooie combinatie. Ook hier zie je weer leuke glitterachtige rondjes die ik dan hier heb gebruikt. Gaan we naar dit papier. Heel mooi neutraal papier. Allemaal met hout in verschillende kleuren. Ik vind dit zelf heel mooi. Het is ook heel geschikt om van alles mee te maken. Bijvoorbeeld weer zo'n matroeska kaart. Kun je ook het papier heel goed in werking zien. Erg mooi. Mooi groot. Je kunt heel goed gebruiken ook voor achtergronden in je scrapalbums of weet ik veel wat. Dus de matroeska kaart. Komen we hier bij iets anders. We hebben een heel leuk nieuw concept. Dit is een heel mooi fraai gekleurd papier. En dat heet Frames and Flowers. Dat is een paar van die grote vellen zitten daarin. Met bont en mat op de achtergrond of rustig op de achtergrond. Daar zit een vel bij met frontjes. Zie je dat? Die kun je er zo uit doen. Die zijn al geperforeerd. En daar zitten twee vellen bij met allemaal geperforeerd. Prachtige decoratie. Wat er heel mooi. Ik zal het hier op het zwart leggen. Je ziet nauwelijks dat dat geperforeerd is geweest. Het is echt van hele mooie kwaliteit. Hier nog veel meer van die dingen die er allemaal uit, die ik er allemaal al uit heb gehaald. En dan kun je bijvoorbeeld dit soort dingetjes mee gaan doen.
Dus hier heb ik alleen maar zo'n krans. Dat is allemaal kant-en-klaar. En die kan ik zelf in elkaar doen. Hier heb ik een stukje van dat Pretty Peacock met goudlint gebruikt. Hier ook een frontje gebruikt. Zo'n geperforeerd frontje. Eén blaadje erbij. Hier heb ik weer met het diagonale lintje zitten te prutsen. Die strikjes, dat was weer een heel gepruts. Maar het was wel, ik vind hem wel leuk. Ik vind dit papier echt erg, erg mooi. Hier weer met het vaandeltje bovenaan. Hier dit gedaan. En als je goed kijkt, heb ik daar een stukje window sheet gedaan. Zodat het mooi opvalt. Ik vond het leuk om het een keertje zo te doen. Waardoor binnen en buiten zijn het verschillende papiertjes. Maar door dat witte framepje heb ik als een soort fotootje erop gedaan. Zo, dat was een beetje mijn idee. Krijg ik hier Spotlight on Nature. Die had ik net ook al eventjes te pakken met de kaart die op de verkeerde plek terecht is gekomen. Hele mooie afdrukken geeft dit. Erg mooi om mee te werken. En hier zijn ook fantastische stansen bij. Stansen kun je natuurlijk ook gewoon los bestellen. Maar dit zit samen in een bundelprijs, wat altijd goedkoper is. Dat is altijd fijn. En dan kun je dit soort dingetjes mee doen. Het proficiat komt straks bij de online only. Dit is een heel basiskaartje. Maar het ziet er erg leuk uit, vind ik dan zelf. Het is allemaal gewoon plat. Allemaal gestempeld. Even een paar van die parels erop en klaar. Hier zie je de vlinder. Heeft glitterdoek. Het komt omdat ik die met de Wink of Stella heb gedaan. En ik heb dit ingekleurd met gewoon de aquarelpotloden. En verder niks gedaan. Gewoon mooi gekleurd met de potlood klaar. Deze, hetzelfde idee. De cirkels kun je hier in werking zien die erbij horen. En die zie je trouwens ook door de hele presentatie terugkomen. En hier het blad gebruikt met weer een condoleance kaart. Met een hele mooie afdrukken. Bij die cirkels kun je eventueel ook gaan werken met deze hele grote embossingfolder. Die cirkels embossed met hele mooie opstaande randjes. Ik zit even te denken waar ik die ook weer had gebruikt, maar ik kan zo 1, 2, 3 niet verzinnen. Maar dat past en combineert allemaal fantastisch bij elkaar. Hier komen we bij een hele grote hoek. Dit is de Thoughtful Wishes met prachtig papier. Helemaal dat aquarel look. Probeer het allemaal een beetje zo in beeld te krijgen. Heel erg mooi papier, als je ervan houdt tenminste. En hier zit ook weer speciaal papier bij. Met een ombre look. Dus zie je dat het gaat van donker naar licht. En dat is met al die vellen het geval. Ombre. En er zit een glans, een soort een beetje zilverglans metallic blaadjes op. En dat past dan allemaal weer heel mooi bij elkaar. En dat hoort dan bij deze set. De Thoughtful Wishes. Had ik net ook al laten zien met dat andere bloemenpapier. Waarvan ik de naam was vergeten. Hier mooie stempels. En ook weer fantastische stansen set daarbij. Met hele mooie stansen. En dan heb ik hier weer een matruska kaart liggen. En hier zie je die prachtige stans. Die lichtgroene. Wat van die takjes erbij gedaan. Hier zie je ook de stempel in werking, klaproosjes. En ook het papier komt hier heel mooi uit. Hier heb ik het ook gestempeld en met water gespritst om die watercolor look te houden. Dat heb ik hier ook gedaan. Dus allemaal mooi papier, al zeg ik het zelf hier. En dan heb ik hier ook weer een 3 blokjes kaart liggen. Dus even kijken of ik het licht er misschien bij aan moet doen. Is dat beter zo? Ik heb weer gebruik gemaakt van dat designpapier, de stempeltjes en de stansjes. Zie je weer dat glitterpapier terugkomen. Hier hebben we nog weer prachtig lint liggen. Ook weer één van de nieuwe 5 kleuren. De Summer Splash. En die heb ik namelijk gebruikt bij een van de kaartjes die ik heb gemaakt met Under the Moon. Hele mooie stempelset met die maan die je ook heel goed zou kunnen gebruiken als zon. Leuk met die dolfijntjes, die look hiervoor. Kun je zo iets mee doen als wat ik hier heb gedaan, dus zwart op zwart. Hier zien we weer dat glitterpapier terugkomen. Summer Splash kleurtje, dus de 5 nieuwe kleuren en dat glitterpapier. De wolken heb ik uitgeknipt en de maan heb ik uitgestanst. Is het nou te veel jongens? Even toch weer proberen. Ik denk dat je het zo toch beter kan zien.
weer een cirkel gebruikt van die Spotlight on Nature die net voorbij kwam. Hier tekstje uit liefde en lichtpuntjes en dat dan weer uitgestanst met een stansje die bij die stansen set van de liefde en lichtpuntjes zit. Beetje lekker spetters erop gedaan. Heel fijn resultaat. Hier hebben we er nog eentje in blauw tint en hier zie je dat leuke lint. Samen met het zilveren doorschijnende lint met dat zilveren randje. Even wat mooie decoratiedingetjes daarop gedaan. Gewone rhinestones, die zijn erg mooi van Stampin' Up. En hier nog een condolencekaart, zelfde idee. Met wat somberdere kleuren en zo een kaart gemaakt. Komen we nu bij de 5 nieuwe kleuren die we hebben. Dat is dit. Helemaal van alles hebben we daar natuurlijk van. Ten eerste onze stempelinkt in de 5 nieuwe kleuren. Pretty in Pink, Pop Petunia, Summer Splash, Shy Shamrock en Peach Pie. Je kunt ook zo'n setje van deze stiften erbij doen. Dat zijn gewoon stiften op waterbasis. Die zijn ook navulbaar. Dezelfde navulinkt die ook van deze kleuren voor de stempelblokken zijn. Hier zie je nog weer mooi een overzichtje van de 5 kleuren. En het designpapier. Nee, ik bedoel het cardstock wat we natuurlijk ook in alle 5 de kleuren hebben. En we hebben ook designpapier per familie. Dit is dus de familie met de nieuwe 5 kleuren. Daar hebben we deze patroontjes bij. Blad, streepjes, friemeltjes en cirkeltjes. En dat is dus in dit pakket met alle 5 die nieuwe kleuren. Zoals je ze hier kunt zien. Maar ook de heldere kleuren, de pastelkleuren, de neutrale kleuren. Allemaal van elke familie van dat is zo'n pak bestelbaar met allemaal deze prints. Maar dan per familie in hun eigen kleurtjes. Hier zie je nog het kaartje dat ik had gemaakt bij de nieuwe catalogus. Met de 5 nieuwe kleurtjes en de 6e nieuwe kleur. De 6e nieuwe kleur is een nieuwe basiskleur. Dat is dit. Basic beige. Heel mooi, ook als achtergrondje te gebruiken. Heb ik ook al heel veel gebruikt. Dus ook dat kun je in het filmpje steeds weer terug zien komen, deze kleur. Oh, ik heb hier nog 2 maar liggen, maar het zijn van alle kleuren. Natuurlijk ook onze alcohol blends stiften in die 5 kleuren verkrijgbaar. En dus in elke kleur hebben we zo'n lintje tot onze beschikking qua bestelbaar. Er klopt iemand bij de achterdeur aan. Hi buurman, ik ben aan het filmen voor een filmpje. Die voor iedereen op de hele wereld nu te horen, Paul, die is nu even naar boven verbannen. Komt hij nog even een tukje doen? Nou, dan krijgen jullie allemaal inside information. Oké, we schuiven door. Ik heb hier weer een stoel neergezet om de overbrugging te maken. En hier heb ik dan ook fantastisch mooi papier. Dit is allemaal prachtige, heldere kleuren. Ook hier weer een beetje die watercolor look met die overgang van die verschillende kleuren. En hier heb ik een kaartje bij liggen waar ik ook een filmpje mee had gedaan om zo'n pocket te maken. En dan heb ik dus een pocket gemaakt met dit papier. En daar zitten dan die leuke wolken in. Ik vond dat zo leuk om te doen. En die stippen, daar komen we dadelijk ook nog tegen. Dit is de Bright Skies. Daar komt dit allemaal uit. Ik had hem er nog even weer bijgelegd. Dit is ook een van mijn nieuwe favorieten. Die zijn, zie je, er zit een grappig reliefje op. En die zijn super mooi shiny. En heel geschikt voor van alles en nog wat. En dat is dan weer super mooi shiny met dit prachtige lint, jongens. Hier ben ik helemaal lyrisch over. Je hebt het al kunnen zien, ook bij de voorbeeldkaarten tot nu toe. En met kerst durf ik te wedden dat dit een super hit wordt. Want ik ben er al zo lekker. Echt mooi, mooi lint. En het heet, dat kun je hier zien. Dan heb ik hier dat andere mooie papier in allerlei neutrale kleuren. Bijvoorbeeld ook weer in de nieuwe beige kleur. Mooi neutraal, mooie neutrale patronen. En hier, even kijken, deze. Zie je dus dat patroontje van die embossingfolder die ik je net al had laten zien. Die had ik dus hierbij willen leggen. Want dit patroontje van dit papier past precies bij die embossingfolder die we net hebben gezien. En dit papier is heel mooi te gebruiken als achtergrondje. Heel rustig. Erg groot fan van geworden. Ga ik nu even oversteken naar de kamer. En dan heb ik hier in beeld
Allemaal online only, nieuwe producten. Te beginnen met. Dus dit zijn spulletjes die je niet in een boekje komen, maar alleen op internet te bekijken zijn. Of je hebt natuurlijk demonstrators die laten dat aan jou zien, want daar zijn we natuurlijk voor. Hier overheen gevouwen heb ik 3 vellen liggen. Dat zijn vellen. Vellum, dat doorzichtige, perkamentachtige, nou, hoe noemen we dat, papier. Met mooie bladopdruk. Met mooie winterse opdruk vind ik dat. En hier ook weer de dennetakjes. Er zijn ook stansen en stempels bij deze papieren. Dat heb ik niet. Maar dit kun je natuurlijk met de hand nog uitknippen. Maar de stansen, als ik het goed heb begrepen, kunnen dit ook uitstansen. En die blaadjes ook, als ik dat goed heb begrepen. Dat is dus een pakket. Dan heb je 2 keer alles van dit. Of. Dit prachtige nieuwe papier. Met dat. Deze is een beetje naar beneden geschoven. Goud en groen. Voorkanten met goud, achterkanten bewerkt. En dat is dan weer met very vanilla. Dus met vanille kleurtje. Het is heel mooi papier, jongens, voor het kerst. En als je lekker op tijd wil beginnen, heb je hier dus nu al keuze. Ik heb weer van alles gemaakt. Ga ik aan je laten zien. Eerst laat ik jou zien deze 2 kleine embossingfolders. Die heb ik net ook al eventjes aangewezen. En dit heb ik ook al gebruikt ergens. 2 kleintjes zijn dus ook geschikt voor de mini cut en de embossmachine. Of je kleine, als je zo'n kleintje hebt, kuttelbuk of zo. Daar passen deze in. Het is gewoon embossingfoldertjes, dus je hebt geen dikke plaat voor nodig. En erg leuk. Hier zien we die drizzling droplets. Dat is ook 1 grote achtergrondstempel. En hier zie je weer zo'n kaartje met die mooie joy of life. Dat leuke gebonte papier. Weer in werking. Ook weer dat pocket van gemaakt. Erg leuk met die blokjes. En dit is dan de achterkant van het papier. En zo kwam het allemaal leuk weer bij elkaar uit. En daar heb ik 2 van die platte parels op geplakt. Want dat vond ik wel leuk bij die drizzling droplets passen. Komen we hier bij de Encircled in Nature stempelset. Met daarbij een hele uitgebreide stansenset met een krans. En deze cirkels waar je dan ook weer dit takje mee uit kan stansen. Dit, even kijken waar is hij gebleven. Heb ik vorige week in mijn filmpje gedaan. De diagonale kaart heb ik deze kaart gemaakt. Dus die stansjes uitgestanst ook uit die stempel en stansset. En toen had ik dus vorige week een beetje verkeerd doorgesneden. Ik had zo gedaan en bla bla bla. Geen idee wat ik had gedaan, maar het wou bij mij opeens niet meer. Dus dan had ik de nieuwe gesneden dit gedaan. En dit heb ik nu gedaan met het andere papiertje. Dus ik heb hier, toen dacht ik, hé, waarom heb ik dat nog niet eens eerder gedaan? Het papiertje zo een keer opgeplakt. En aan die kant. Dus ik weet niet waar ik vorige week mee bezig was, maar toen lukte het met allemaal eventjes niet. Dan snapte ik zelf niet meer wat ik aan het doen was, geloof ik. Maar de kaarten zijn hartstikke leuk geworden. En dit is dus ook een heel leuk idee voor de diagonale kaart. Om de andere diagonaal er dus dwars op te zetten, zodat je zo'n V'tje krijgt. Snap je wat ik bedoel? En hier zien we dan de leuke Pretty Peacock met goud versierseltjes. En ik had nog zo gedacht, ik moet iedere keer even niet vergeten de kaarten open te maken. Want ik heb overal ook nog aan gedacht om de binnenkanten mooi te maken. Hier heb ik dus die bloemen gebruikt uit deze Encircled in Nature. En hier zie je ook weer dat glitterpapier terugkomen. Het Petunia Pop kleurtje waar ik deze bloemen mee heb ingekleurd. En deze roze krans heb ik gestanst uit dat texture papier met dat zilverglans takje daarop. Dus dan kun je ook weer leuke dingetjes mee doen. Hier nog een kaartje. Dit is het designpapier van het Thoughtful designpapier wat we net hebben gezien met al dat aquarel en die distels en zo. Hartstikke handig, gewoon een achtergrondje gemaakt. De boompjes van de Encircled, de stansjes erbij. Hier even een paar van die labeltjes geplakt. Zilver lintje erop en ready to go. Wat ik hier ook nog heb liggen is deze nieuwe decoratie. Dat is de soort wafeltjesstructuur. Doorzichtig wit of dat bruine. En die zijn heel mooi. Het geeft een heel mooi glanzend effect. En ik had ook die andere nieuwe decoratie dingetjes van de online only. Met witte en rode pareltjes.
met 3 bij elkaar. Die heb ik ook ergens neergelegd en niet weer gezien. Dus die komt niet in het filmpje vandaag voorbij. Maar dat bedenk ik nou opeens. Hier is die andere Nederlandse set uit de Online Only rubriek nieuw. Die heb je al heel vaak voorbij kunnen zien komen. Hier nog even de hoera. Gemaakt, maar niet gebruikt. En hier zit een heel klein stansensetje bij. Dit vaandeltje heb ik dan bijvoorbeeld weer gebruikt voor dat. Nee, dat is niet waar trouwens. Dit is een ander vaandeltje. Dit is ook leuk, heb ik ook wel ergens gedaan, maar ik weet even niet meer waar. Bij die ene waar ik bij staat van harte. Dat heb ik volgens mij met die gedaan. En deze. En daar passen dan die tekstjes weer in. Dus dat is leuk. Ook weer een leuk in een bundelprijsje. Hier heb ik Filled with Cheer. Leuk om in te kleuren als je daarvan houdt. Ik vind het wel leuk in ieder geval. Hier heb ik die sneeuwpop gebruikt. Op een leuk stansje uitgesneden. Hier zie je dus die fantastische nieuwe dingetjes die bij dat bonte papier net liet zien. In werking. Hier heb ik helemaal lekker uitgeleefd met de karretjes, met cadeautjes. Helemaal lekker ingekleurd. En dan heb ik hier nog eentje met de sneeuwpop en de drizzling droplets. Die ik dan ook nog weer met die embossing folder met die sneeuwkristalletjes heb bewerkt. En dat ligt hier bij deze pons. Die zit in de jaarcollectie. En dat kun je dus zo'n leuk label mee maken. Wat ik hier heb gedaan en wat ik hier heb gedaan. En hier, dat is ook een hele leuke tip trouwens. Oh, ja, die gooi je het even op de grond. Hier heb ik dat andere. Ach, dat hele mooie, zie je dat, heb ik het al gebruikt. Dat mooie iridiserende lint. Echt erg leuk om te verwerken. Ja, sneeuwpop de hoek om. Kom ik bij Frosted Forest. Dit is weer zo'n top combinatieding. Met schablonen, stempel, stansen en de schablonen voor de dennenbomen. Dit is zo leuk om mee te spelen. Is echt, echt superleuk. Je kunt ook gewoon deze schablonen, er zijn er 6, apart bestellen. Want je kunt ze ook gewoon los gebruiken zonder de rest. Hier heb ik weer zo'n diagonale kaart liggen. Waar ik dus gestempeld heb en met het sponsje, met die schabloon, die kerstboom heb gemaakt. Leuk, zo aan de binnenkant. Dan heb ik hier ook het stansje gebruikt. Dat zijn die boompjes die ik hier heb gebruikt. En hier heb ik weer lopen te stempelen. En met het sponsje, met het brushborsteltje, inkt daarop aangebracht. En deze tekst komt zometeen voorbij. Gescheurde sneeuwondergrond en weer die stippeltjes en sneeuwvlokjes. En hier zien we dan weer lekker glimpapier. Dat is het Shy Shamrock glimpapier. Hier hebben we dus nog meer van die schablonen liggen. Komen we hier. Hier zie je de boom. Die heb ik alleen gedaan met die schablonen. Hier heb ik eerst. Nee, dit is. Oh ja, dit heb ik ook. Hier heb ik lopen te combineren van alles en nog wat. Beetje met een schabloon. Een boom uit hout. Uit het bruine pecan pie gesneden. En op deze manier alles gemaakt. En hier op de envelop zie je dan weer heel licht gemaakt wat ik hier ook heb gedaan. En hier heb ik juist de boom gestempeld. Dus we kunnen zoveel kanten hiermee op. Hier ook weer alleen de boompjes en spetters en de condolence. Ook hier weer op de envelop gedaan. Kom ik hier nog bij een nieuw designpapier. Dit is heel veelzijdig designpapier. Heel erg veel soorten en verschillende patronen. Met roze, met blauw, met groen, met bruin, met koper. Kortom, heel divers. Voor kerst, voor de herfst, voor Halloween, voor oud en nieuw. Liefde. Ik heb ook nog ergens hartjes. Ja, daar. En dan kun je zoiets mee doen wat ik hier heb gedaan. Hier heb ik een sneeuwkristal gebruikt. Oh, dit is een beetje verschoven. Onze mooie stansen gebruikt. En een 2025 op foam gedaan en vervolgens gestanst, waardoor dat mooi omhoog komt. Hier nog weer zo'n 3 blokjes. Dit is het designpapier uit deze reeks. Met heat embossing kerst. De boompjes, leuk met goud afgewerkt. Heel grappig om te maken.
En dat zit hoort allemaal bij deze stempelset. Hier zie je dit sneeuwkristalletje. De kerstboompjes. Dus hier de hartjes, sterretjes, mistletoe, herfst. Zei ik al, hè? En kaarsjes. En kaarsjes kun je ook gebruiken voor een verjaardag natuurlijk. Hier nog die diagonale kaart. Kaarsje in gebruik. De marentakjes gebruikt. En die kun je namelijk allemaal weer stansen met dit. Dit stansensetje hoort hierbij. Weer losse takjes die ik ook daar weer heb gebruikt. Kortom, weer heel veelzijdig. Hier heb ik nog zo'n diagonale kaart staan. Met de boompjes en met het sterretje bestempeld. Ook hier weer de tekst. Allemaal uit die kersttijd stempelset. En de twee diagonalen dus zo opgeplakt. En nog één stempelset te gaan, dat is deze. Ik heb bijna geen ruimte meer. Hier zien we eerst de stansen. Een paar leuke schaatsen die ik nog niet had gebruikt. Te veel gemaakt, zeg maar. En dat hoort bij deze set. Sophisticated Sled. I like it. Mooi. Mooi, die slee is mooi. Hier kun je van alles leuks mee doen. Dit is leuk. Die schaatsen zijn fantastisch. Je kunt dat allemaal uitstansen. Daar zitten nog extra stansjes bij. Er zitten stansjes bij om kunstschaatsen mee te maken. Dit is met hout. Kun je uitsnijden. Dan krijg je ook direct structuur. Die kun je dan weer op de slee doen. Zoals ik bijvoorbeeld hier heb gedaan. Hier zie je die kaart met de schaatsjes. Dat groene boogje. Dit is de gestempelde slee die ik heb uitgesneden. En even een draadje en een strikje erbij. En een belletje. Dat is die. Hier zie je de schaatsjes. Als je ze gaat stansen. Erg leuk om te doen. Je kunt natuurlijk in alle kleuren doen wat je leuk vindt. Ik vind het dan typisch zo leuk. Zo hoort een kunstschaatsen bij mij uit te zien. Dit is nu dus verschoven. Een beetje jammer. Moet ik even beter vast gaan plakken. Die sneeuwkristal komt uit snowflakes. De sparkling snowflakes. En daar heb ik dan weer een lekkere knots van een decoratieding op gedaan. En hier zie je die witte vellum in werking, wat ik net liet zien op de achtergrond. Hier ook de drie, geen blokjes, maar drie van die hangkransen. Met op de achtergrond dat houtpapier. Zijn we tegengekomen bij To Market. Dat papier met die groentes en die bloemetjes. Heb ik met de houtstructuur en bossingfolder bewerkt. En dat ziet er hartstikke leuk uit. Ik heb de besjes van deze kransen of hangdingen, weet ik veel wat het zijn. Met van die enamelspul, die flesjes gedaan. Dat je kleine pareltjes kan maken van Stampin' Up. En dan heb ik hier, last but not least, de slee. Als je hem gewoon alleen gaat snijden met de stansjes. Zit dus ook een onderframe bij. Die heb ik met goud gedaan. En dan met het houtpapier wat we er straks hebben gezien. Het uitgestanst. Waardoor je die houtslee krijgt. En ook hier weer bovenaan die takjes, die blaadjes. Die heb ik dan gehaald uit een restje van dit papier. Waardoor het dus een beetje bewerkt is. Zie je dat? Ook met goudkant. En dit was het. Nog even kijken wat ik hier aan de binnenkant heb gedaan. Oh ja, het zijn de oude stempeltjes. Nou, een beetje jammer dat ik nou een heleboel ben vergeten de binnenkanten te laten zien. Maar voor de rest, zou ik zeggen, heb ik je toch een hele hoop inspiratie kunnen geven. Nog even alle kleurtjes die we hebben in beeld. En dan was dit het. En heel graag tot een volgende keer. Doei doei!